welke mensen laag halen. Als eerste aflevering van mijn carrière moeten doen hebben. Vorige keer heb ik natuurlijk al een heel team gemaakt. En dan gaan we nu echt met het team spelen wat we dit seizoen. We gaan natuurlijk nog een aantal speeltjes kopen. Maar ik kan nu zien hoe mijn team er nu uitziet. Dan kan nog die vertellen, we gaan gewoon het team overlopen. En ik ook zien al verkocht hebben. Ik had vorig jaar heb ik natuurlijk heel veel spelers uitgegeven, die heb ik teruggekeerd. Maar ik heb als eerst een match gespeeld in die league om te testen welke spelers het goed hebben gedaan. En we hebben twee spelers van die hebben het goed gedaan. Dat zijn Van Lerberg en Rotaar, dat ik vorig jaar uitgegeven, maar die hebben heel goed gespeeld. Dus misschien kunnen die dan ook blijven als reserve. En dan is ja. We hebben natuurlijk nog andere. We hebben één speler verkocht. Luan Perez is vorig seizoen ook heel goed, heel veel gespeeld, dat is vooral duidelijk als je niet zou weten. Veel gespeeld. Is op zich wel goed gespeeld, maar ik weet niet, hij is weg, ik weet niet, ik heb een probleem met deze kant, maar ja. We hebben natuurlijk nog andere verdedigers als reserve, dus ik heb Bozikov gehaald, zeer goede speler, maar ik ga zelfs nog veel uitleggen. Iedereen heeft één punt. Even kijken hoe mijn team er natuurlijk uitziet. Dit was het team waar ik vorige keer mee had gespeeld, maar natuurlijk heb ik veel beter gespeeld. Ik kan met de aankopen beginnen. Deze speler, Bozikov, of een gratis speler, heb ik gratis overgehaald en het is zeer goed. Hij speelt op zich wel vaak in mijn eerste helft, wel vorig seizoen heeft vaak in het eerste team gespeeld. Die heb ik bij zijn winter gehaald, dat was een gratis speler, die aan betaald natuurlijk. Wie is dan ook nog? Ja, op en heeft vorig seizoen ook goed gespeeld. Dan heb ik die Sandra ook een goede spit. Heeft niet slecht. Ampom heb ik gehaald van Beveren. Heb ik gekocht. Goed. Nu een dame heb ik gekocht. Ik heb Iskierde gekocht. Ik heb Remsje gekocht. Ik heb Rafale gekocht. En dat is het. Natuurlijk nog spelers wel weg zijn natuurlijk zoals. Wesley en Dennis heb ik laten gaan, maar. Ik heb nog Stefan Bel. En nu gaan we kijken even naar spelers van Sves en verkopen. Natuurlijk geen meer zelf dan natuurlijk, ja. Wacht, en welke spelers gaan we laten gaan? Dus we hebben. Ik heb er geen op de lenen, ik heb het deal de transfer is voor gevolg. Bozikov. We hebben 1, 2, 3, 4 en 12 verdedigers. Ik kan er misschien één erbij doen, want ik had Stefan Bel natuurlijk. Dus kan natuurlijk ook vertrekken als hij wilt. Ik ga even kijken naar Stefan Bel, want ik had die toch gekocht. Dus hij vond schelpen verlopen. Ik heb 45 miljoen mensen. Ik heb mijn geld afgeleurd, dus we kunnen natuurlijk iemand gaan kopen op geval goed kan zijn. Stefan Bel, waar is hij? Ik kan ze tweede match niet spelen in die dingen. We gaan voor winnen. We hebben natuurlijk gaan voor die winnen. Want dit is als ze nu verliezen of gespeeld is natuurlijk niet goed. Dus nu moeten we toch wel gaan. Want dit is natuurlijk gespeeld om kan te geven. Doe ik vooral mijn blokjes ook winnen. Maar ik kan blijven spelen. Met, ik ga sommige een wisselteam maken met iets mensen om kan te geven. En ook mensen om
Een pizza vult heel deze dingen voor 2 minuten. En de beker zal hij waarschijnlijk ook van pas kunnen komen misschien. Daar ben ik niet zeker van. We starten wel met een op zich wel goede verdediging. Dit is ook de verdediging voor in de Pro League normaal gezien. Dat is wel exact plek met Denzel, met Luyin Dama, waarschijnlijk. En dan nog met Mitrovic of Vosikov, ik denk dat Vosikov. Met deze team ga ik starten. Rotarius, Wittenboe, Velderbergen is ook moe, maar die gaan we. Ik had wel dat zijn Rotarius en Velderbergen. Amrabos wordt wel vervangen door Vormer. Dus Vormer wordt meteen kapitein. Ampoma, die op links geweest start daar. Op de 10 ga ik dan met Van Haken. Op de spits speel ik met Schrijvers en met Di Santo. Weer een ander soort team. Speers van die heb ik gespeeld. Zijn dus deze mensen allemaal heb ik nog niet gespeeld. Maar ik heb wel op de bank met de reservekeeper. Ravat. En de spelers krijgen hun kans op zich nog wel. Dus ik wil nu verbaasd waarom gebruiken van ik ben aan Rotario. Wel, ze hebben de vorige maand goed gespeeld. Een beetje goed gevoetbald, maar en als ze zo blijven spelen, blijven ze in de ploeg. Tuurlijk. Natuurlijk gaan we even een potje spelen, want we gaan proberen winnen en naar de volgende ronde door te gaan. In de finale ga ik proberen met mijn sterkste team het wel te doen natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk een heel goed team. Ik kan de moeilijkste team vaak op tegen gespeeld heb in deze weekend. Dan mag ik weten, jullie zeggen dat het een goede speler is. Ja, vorig seizoen heb ik hem vaak gebruikt, maar hij was echt niet zo goed. Maar ik kan hem natuurlijk dit seizoen houden, want hij is natuurlijk al top, maar... Hij is niet slecht, vind ik weet. Goede aankoop sowieso. Maar ik ga hem denk ik misschien toch kunnen verkopen voor een betere te halen. Want zo goed is het natuurlijk ook niet. Maar nu gaan we wel spelen op Old Trafford. Als ik mijn sterkste team speel, kan ik hier waarschijnlijk al tegen winnen. Dat weet ik, nee, niet tegen winnen denk ik ook niet. Kijk, dit is natuurlijk Slimani. Valerbergen. Ik heb u gezegd, goede balbeloofd van Valerbergen. Het is natuurlijk een toernooi waar je geld mee kunt winnen, waar ik ook voor ga, maar ik doe dit toernooi vooral voor spelers, zonder spelers, gewoon spelers testen voor het seizoen. Kijk Van Haken. En hier is het doelpunt! Ruud Vormer, zoals ik heb gezegd, is het natuurlijk van, dat is natuurlijk ook wat ik bedoel, om door een betere spelers op dat veld te brengen. Dus geen andere battles in de vorm, maar is niet zo goed en daarom breng ik dan, ja eigenlijk onze basisspeler en die trappen door natuurlijk binnen Ruud Vormer 0-1. Vorma speelde ik thuis tegen Calgary 0-0. En hier, ja, heerlijke bal van Vormer en Kasper Schmeichel kan die niet uit zijn doel halen. En zo moet ik gewoon misschien al, we gaan nog niet verdedigen. Islam Slimani. Islam. Bozikov, goede verdediger. Ja, kijk, Rotario. Ja, Rotario, ik heb gezegd, voor mij was hij op zich wel goed. Was ook niet heel goed, maar Rotario kan het misschien. Ik weet niet wat ik ga doen. En daar is die doelpunt, ja, inderdaad. Wilfried en Didi. Ja, op zo'n bal zijn de titels natuurlijk normaal gezien wel belangrijk. Grootheid. Maar hij heeft dit bal deze keer niet. Zo is alles weer te herdoen. Dus kijk, die bal van Valerberg gezien. Dat is een goede bal hoor.
Ik wil het goed doen, hè? Zo is het een speler waar ik denk ik moet wel gaan halen. De bal komt voor het doel. En daar is die Santo! Wij kunnen misschien wel in die Premier League gaan meedraaien in de top, of nee? Tuurlijk niet. En daar is die 2-1. 1-2. Franco Di Santo. Zoals ik heb gezegd, vorig jaar niet zo goed seizoen. Maar we hebben vorig jaar wel de topshooter gewonnen met Rintzai. We hadden 21 doelpunten met Kavek en Rintzai. En die bal van Schrijver en dan Di Santo. Spit. Heerlijk binnen getrapt. Goed geschrapt. Zo 1-2 voor Club Brugge. Franco Di Santo. We hebben hier voor een kwartier al 3 doelpunten gezien als dat zo verder gaat. Mooi is dan. Voor me voor die bal goed en die Schrijvers. Goede druk van de Schrijver. En nu de bal van de Schrijvers. En nu moet Di Santo gaan afwerken. Als Di Santo dit afwerkt, is dat goed. Di Santo kapt nog. En die dacht. Schrijvers nee! Dit moest de goal zijn. Ja, Di Santo, goede actie hoor weer van Di Santo. Heel goed. Ja, Di Santo is beter. Het was sowieso beter begonnen als voor zijn burgers met 5 doelpuntjes. Nu begint hij er al. De Schrijvers. Di Santo nog eens. Ja, daar is Di Santo. Goeie spits. Ik raad jullie aan, koop maar je carrière maar doet. Kijk die afwerking van Franco Di Santo. Vandaar dat ik zo niet op beginner of zo. Ik speel op professioneel. Franco Di Santo is meteen de topschutter. Bij onze ploeg. Hij wil 3 doelpunten maken in deze. In totaal een heel seizoen. Voor maar 1 en Di Santo 2. Schrijvers. En nu nog eens naar Di Santo. Gaat Di Santo het nog eens doen? Di Santo voor de 3e keer. En daar is die 1-4. Franco Di Santo. En 4. Wat is dit voor match? Weer goed getrapt. Franco Di Santo. Hattrick. En 4, Vereen is nog niet binnen, want we zijn nog maar 20 minuten ver. Kijk, eens, ik denk dat ik voor het team, want ik vorige keer had ik een iets zwakker toen ik hem minder gespeeld. Hier is die man wat moet bewijzen. En dan moet ik natuurlijk in Brugge blijven. Dat zie ik af. Komt dan nu de voorzet. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Ah, scherps. Jediger mag ik mensen, want ik vind het in spelen allemaal goed. Wel erg bergen. Jordi! Goed bal weer. Denk ik heb misschien wel. Want die jonge speler, het gaat over die op en dan blijft al kijk. Ook. Hij gaat misschien over de leerpropijn, dan ga ik misschien te veel hem verkopen. Ik denk dat dit ook geen transfers gaan doen. Er zijn natuurlijk een interessante aankoop kan gebeuren. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Ricardo Pereira. Kijk, goede tackle. Een tensel. Was ik of goede bal. Oh ja, ben je goed de ruimte gemaakt. Vormer. Franco Di Santo. Dat is een lekker bal.
Van Naken. Ik heb verlegd, ben je goed in het duel. Bozikov en dan Mitrovic, die is dan zo rustig gebleven. Van Herberg geruimd, Pukkelentwijfers, meer tikken van Naken. Paul van Naken is goed, de Kwee met zijn snelheid, de Kwee. Oh, geen penalty. Je moet het daar gaan bewerken. Islam Slimani. Islam. Tario, dit moet hij gaan doen. Nu moet hij gaan werken, maar hij werkt niet. Is hij moe? Tario is moe tijdens rust wisselen. Tario. Ik ga het niet meer waarmaken. Ik krijg heel deze leak. Ik krijg de kans. Hij gaat. En dan zijn niet meer overtuigd. Ik kan zeggen, hij heeft volgende maand al kochtsoft of zo wel zien. Desmond doet het wel goed, of Van Herbergen. Kan gebeuren, Van Herbergen. Moet hij gaan terugwerken. Goed teruggewerkt van Herbergen. Maar Bozikov, goede inschep. Rotari, nu moet hij het doen. Rotari blijft ervoor. Goeie, en hier moet hij het gaan. Ja, we kunnen natuurlijk gebruiken met zijn lente, maar Kraft is natuurlijk een veel, ook een goede doelman. Veel beter, maar hij krijgt de kans. Rustig even. Jorli van der Bergen. Van Herbergen, dat is een goede pal. Naar Rotario, nu moet hij toch gaan bewijzen. Rotario, goede beweging deze keer. Of hij overleeft, Schrijvers. En het gevaar doet hij goed. Oh, heerlijke actie. Wat? Ik roep niet. Jij roept. Ah. Goeie bal. Schrijvers aanname. Heerlijke bal. Redding van Kasper. Ze kiezen voor de korte variant. Hij doet het. Daar is Kwee op wat. Ja, waarom zou ik niet proberen op die afstand? 1-4, probeer je sowieso zeker als je. Paul van Kwee is heerlijk. Schrijvers speelt ook goed. Schrijvers heeft een subsidie voorzitter nog. Eigenlijk goed die dan. Hamza Jodouri. We gaan rusten bij Zandvoort. Vormen! Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En... Wat tot 1-1 bij zijn, voorlopig eerst met 4 punten. Nu gaan we die wissel doen, we gaan 1 wisseltje doen, we gaan nog op daar eraf halen. Ja, Bergen is ook al doen, maar die gaat ook gewisseld waarschijnlijk worden. We gaan, ja, we hebben natuurlijk een ene flank, ja, een Bloemen. We gaan Amber op brengen. Kan het jij wel even op een flank gespeeld in december, dus ik wil zo echt. FIFA kan dat ook brengen. Nou, de bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. Er zijn teamgenoten mee naar voren. Vormer, Jorli van der Bergen. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging. Heerlijk gevoetbald! Prima geplaatst als schot, maar het is geen doelpunt. Nee, het scheelt niet veel, nee. Goede keuze op die bal bij de binnenkant. Goed geplaatst, daar gaat het. En weer komt die bal keurig aan. Hij is Bozikov. Het is moeilijk achteruit liggen. Mitrovic, Jorli van der Bergen. Het balletje gaat van voet naar voet. De tegenstander zal bij deze stand toch moeten komen.
over zijn spel in de eerste 45 minuten. Alexander gaat nu weer spelen, maar ik denk niet boos worden. Hij heeft gewoon een hat-trick gemaakt, hij heeft goed gespeeld. Een hat-trick in de eerste helft, hè? En hij heeft tot dusver echt een verschil weten te maken. Als ze niet te lang wachten, Mitrovic. Echt niet een groot succes. Maar komt dan nog. Daar was hij iets te gretig. Pizza, niet hoor, of wat in het echt toch niet slecht, maar. Voor natuurlijk een beetje. We gaan eens naar een pizza, we gaan even kijken naar zijn top. Maar. Harry Maguire. Is hij links of rechts voor te rijden? Ik zou denken, mensen. Rechts? Ibora. Harry Maguire. Volgens mij zit hij zo links. Ibora. Over de vleugel gepaast en vindt ze man. De voorzet stuurt de hele achterhoede het bos in. Daar is het 4-2-4. Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. En Dion Kool brengt die bal. Ex-club Brugge natuurlijk. Dion Kool. Ja, die zal het de P in hebben. De pizza. Heeft toch wel twee doeken op zijn geweten. Ja, dat doet eigenlijk niet zo goed. Tja. Jorli van der Bergen. Van Herberg, ja. Dat goed in deze speelt goed. Is aan het werken voor misschien wel een zo'n blijft hij waarschijnlijk wel. Want voor hij nou, eens kijken wat hij doet. Heeft hij oog voor zijn natuurlijk. Nu kan hij naar de midden gaan waar hij goed in werkt. Vormer. Daar oh, Vormer. Moet te gaan werken. Jean Lukaku. Gewoon heel anders. Er staat een wisselspeler klaar om in te vallen. Die bal is voor de tegenstander. Mitrovic, goed. Ah, Bosikov kan gebeuren. Hij heeft veel. Daar staat Kolsje. En nu pak ik niet aan, ook Jon Kolsje. Dan zo snel kan het gaan. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in. Jon Kolsje natuurlijk. Hij gaat brengen. Een Club Brugge verleden. Trapt goed, man. Het team pakt hem wel goed. Kijk hoe groot die iemand is. Kan bovenal wat hij al per Lerber gewisseld hè. Is het goed gespeeld. Ja, dus de keeper heeft hem. Goeie Paul. Hij komt begint hij in zijn spel te komen. Voor maar zo'n bal moet hij natuurlijk niet geven. Van Aken. Oeh. Hoezo deed hij van Max. Ja, dit is goed van Leicester, ja. Dat willen we eigenlijk zien van die ploeg, maar... Kijk, dit is voetbal wat we willen zien, man. Heerlijke. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Lukaku! En Tietje pakt hem weer. Ja, ja, dus die er gewoon twee goede redden aan elkaar. Nu eigenlijk kan het 2-4 eigenlijk niet wat terecht. Eerst als die dubbele tegengekregen, man. Niet goed zijn. Ja, eerst als zelf niet op keer op. Hij moest hem, maar deze is haar eigen doelpunt en die pakt hem er wel uit. Dus nu pakt hij hem goed. Amrabat, ja, dit is moeilijk. Komt er toch uit. Schrijvers. Echt heel goed. Gray. Die Kools. Dion Kools. Dion Kools, ja, het is een slecht belaster. Dat vind ik echt raar. Ik zag wel komen, komt toch niet? Ja, is zij aan het komen, Leicester. Ze zijn nog een kwartier, ze zijn nog een punt beter, want dan moeten ze toch gewoon van Lerberg. Hij is helemaal kapot, hij gaat eruit. Ik voel het gespeeld, maar hij gaat niet gewisseld worden. Matsen eruit. Heel goede wedstrijd van ons, van Lerberg. Ja. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En er moest dus iets gebeuren. Oh.
Ja, dat is goed van Mitrovic. Die was nooit een echt. Deze trainer is echt niet van plan om te verliezen hier. Hij brengt een extra aanvaller in de ploeg om voor in de vuist te kunnen maken. Ja, kan niet anders. Hij moet nu wisselen en aanvaller erbij zetten. De bal ligt op een prima plek voor de... Ja, ja, natuurlijk. Dit lijkt nergens op, Jori. Hij is slecht genomen, vrije trap. Terwijl het op zich gewoon een kansrijke positie was. Hè? Ja, ik weet niet wat de gedachte was achter deze poging. 10 minuten hebben we nog te gaan. Maar Gift, ja, dat is echt niet goed, hè. Ik denk dat je hem gaat verkopen, man. 52-3, maar hij had niet echt zo zien. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Kunnen we een doelpunt noteren? En dit is alweer. Hij speelt goede wedstrijd. Ja, dat is toch wel een wereld. Geen slechte doelman is. Want de keeper steekt er een stokje voor. Goeie redding van die keeper even. De Brugge heeft goed gedaan voor in de eerste helft echt het of te maken. Het is niet zo heel goed gespeeld, maar het is leuk gemerkt. En dan komt Wester toch wel. Nou, goeie, de helft hebben ze gespeeld. Nou, ze komen te laat. Ah, hier! De 2-3-4. Ja, dat kan nog. De Brugge gaat het toch niet op handen geven. De wedstrijd is nog niet afgelopen. Goeie rij van de tietsleiers, ze hebben nog 10 minuten ongeveer. Nou, de verdediging ziet er daar niet best uit. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Eigenlijk wou we gaan verdedigen. Komt geen eind. We gaan wissel brengen. Maar we gaan brengen. Aanval ga ik niet brengen. Ik ga een verdediger wisselen. Ik ga positie versterken en wel. Ik ga niet of iets wisselen. Ik breng onder op de centraal achter. Aan die rechterkant ga ik hem op Bloemau zetten. Ja. Ik weet op de rechterkant. Oké, we gaan het zo proberen. Ja. Ze scoren de ene na de andere goal. Een poging van de coach om het overwicht te behouden. Vers bloed helpt daarbij om de voorsprong vast te houden. Sofian Amrabat. Denswil. Nog 5 minuten. De ploeg frustreert de tegenstander door de bal rond te spelen op eigen helft. Terwijl de seconden wegtikken. Die bal snel wegtrappen hoor. Nu maar hopen dat die bal niet weer even hard terugkomt. Wie weet levert dit een kans op. Iborra. Vormer. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Kijk, een berichtje zelfs. Franco Di Santo. Gray. Die probeert het binnendoor op zoek naar een gaatje. Oninje Ndidi. Ricardo Pereira. Wat een ambiance. Jij bent binnen. Jee. Ach, we hebben een brug gekregen. Jeeuw. Precies gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond. Maar even het doelpunt ook eens bekijken. Vormer! Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. U zal de tegenstander moeten komen, Evert.
Daar komt de voorzet bij de tweede paal. Zo hoor. Ja, daar waren ze totaal niet bij de les. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoelpunt om te horen krijgen. Duidelijk. Hans Spalaken. Franco Di Santo. En die zit. Santo. Maak een hat-trick hier is dan die 1-2 moeite van die Santo. Goed afwerkerd. En dan hier de bund achterin. Schreef klanten dan die Santo om de volley. Ik zou maar uithalen. Alle machtig, prachtig doelpunt. En dan hier die bal, dan die Santo. Hallo kijkers. Patrick op zijn naam. En wat een geweldige doelpunten. En wat soort wind nog tegen Calgary met 2-1? Wij staan op kop. En nu komt die beslissende wedstrijd natuurlijk. Zo moet je verliezen, dan gaat het af en toe punten. En die ook weer punten. Ja, Rens op. Ja, je hebt wel met iedereen. Ik weet of je traint van dan je maat. Maar. Ja, daarom train ik wel. Nou, die doe ik nog wel bij. Amperman ga ik er wel bij gooien. Dan pakken we hem nog. Ja, Rens op. Laat ons gaan pakken, dan pakken we er 5 om op.
Oké, mensen, we doen nog één matje. En dan zet ik deze video eigenlijk op. Ik ga... morgen maak ik een video over play-off 1. Voorspelling wie kampioen wordt en wie in play-off 2 nog en zo kampioen wordt en zo van die dingen. Vooruit video die komt... ik weet niet. Misschien maak ik straks een volgende livestream of zo. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar we gaan even gewoon deze maat spelen. En op het einde van deze maat zal ik al even uitleggen wat ik zal doen. Oké. Oké, we gaan even wat Steam maken nog. Pizza blijven doen natuurlijk. Ik kan natuurlijk niet aan kracht gedacht natuurlijk, maar het is juist echt goed gespeeld. Misschien kan het iets zijn in het plootje als hij echt zo blijft gaan, maar... Oké, achteraan met Denzo, Mitrovic en Bozikov nu een dame, ik krijg nog steeds de rust van mij. Dit zijn gewoon mijn vertrouwen van verdedigers. Vorig moment, de rechtsflank heb ik... Maar gezien dat natuurlijk aan een... Die had dan normaal gezet hij daar, of dan Juma van Kwee. Maar ik blijf met elkaar, ik krijg nog één kans, want hij vandaag mij niet overtuigd. Verkoop ik hem. Van Lerbergen. Hij speelt natuurlijk, is echt top. Dat kan maar, ja, als ik natuurlijk in Superblock speel, met heel veel een ander team. We gaan met Van Lerbergen zeker spelen. Kwee op links, ja. Oké, Kwee gaan we gebruiken. Wat gaan we in de spits gebruiken? Ik zet Schrijvers op de 10. Ik kan niet afspelen zelfs. Ja, Schrijvers op de 10. En dan in de spits zet ik dan. Gaan we met Openda spelen. En dan op de bank heb ik Van Haak, Amberbald, Ampoma, Ritza, Lundame en Rits. En op de rest, ja, Refile of die had in het derde jaar en zo. Van Juma en Nakamba. Dus eigenlijk alle speers op deze bank buiten Gabriel zijn natuurlijk speers wel op maken in het team of op de bank staan. Maar ja, we gaan natuurlijk in de hoop ik nog onze laatste potje spelen. Maar gezien in de avond komt er wel wagen zien. Ja, ik in de avond komt er wagen zien voor het video. Ik denk het wel. Ik kan nog één maken. Ik ga geen livestream doen. Ik denk gewoon een video maken zelfs. Want op het 6 natuurlijk ga ik nog fietsen. Vooral duidelijk als jullie weten, ik doe namelijk wielrennen, echt de beste sport dat er is. Voorbereiden voor binnen 2 weken voor de eerste koers. Boortmeerbeek. Ik ga even hier naar Pinneke. Morgen. Ik ga een heel schema maken. Ik ga zelf nog een stukje nadenken. Ik kan wel in een van deze video's nog alles uitleggen. Dus deze video gaan we natuurlijk naar de overname, dat is de volgende aflevering. Nou, ik vind het dusver best een leuk toernooi. En hopelijk krijgen we vandaag weer een spannende open wedstrijd te zien. We gaan zo aftrappen bij dit duel tussen Club Brugge en Watford. En dit is de formatie waarin de club staat. Ja, Watford is natuurlijk... Ja, de formatie is slechter beter, maar Watford... Slecht. Ja, op papier wel, hè. Het ligt natuurlijk een beetje hoe de backs het. Oh, dat is wel een gevaarlijke bal. En nu moet Mitrovic plat gaan. Dat gaat goed, plat. Naar voren lopen, dan zouden ze verdedigend in de problemen kunnen komen. Blijven ze achterin hangen, ja, dan komt er aanvallend veilig van terecht. Met deze formatie stappen ze vandaag het veld op. Vandaag heeft de trainer gekozen voor hetzelfde systeem. Klassieke 4-4. En Bozikov, ja, die komt daar. Daar ben ik heel benieuwd naar even, maar uiteindelijk gaat het in de wedstrijd niet om systemen, maar om hoe goed kun je gewoon voetballen. En ik zie dat wel in deze ploeg, die kunnen goed voetballen. Een schot daar, ja. Ja. Als je op zo'n manier probeert je te gaan bewijzen, ga maar op de bank zitten, ja. Eerst egoïstisch zijn, Rotario. En daarna nog eens... ja, gewoon te egoïstisch zijn en dan nog zo naar doen trappen. Het is een beetje vragen natuurlijk. En vragen om maar AZ misschien de keer waar hij misschien wel thuis hoort. Ja, uitlenen of verkopen, dan mogen jullie beslissen natuurlijk. En als jullie natuurlijk nog interessante transfer weten, jullie mogen alles achterlaten. Dat is wel alleen wat ik op zeg. De bal gaat naar de zijkant.
Ik zit nog na te genieten hoor. Kijk, dat willen wij zien van Rotario. Dit willen wij zien. Dit willen wij zien van Rotario. Doet die goed op Panda aan. Probeer hem door te krijgen. Hij weet die bal weg te werken. Gevaarlijke inworp. Jorli van der Bergen. Dit wordt spannend. Nou, voor me. Bachmann. De corner wordt kort genomen. De bal komt voor het doel. Het gevaar wordt afgeslagen. Kijken wat ze met die corner kunnen. Ik ben ook druk op een bepaald uur in de Wagner Magazine mijn video's. Ja. Uploaden. De corner kort. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Van Legberg, goede bal. Kijk, wat ik nu ga doen, mensen, ik ga op een van die ga ik nog uitleggen hoe dit is FIFA. Ik ga dan gewoon nu even tussendoor van FIFA. Je mag in de reacties natuurlijk achterlaten waar ik moet verkopen en welke spelers ik moet gaan halen of dat daar alles weten. Fortnite video die ga ik zelfs maken. Ja. Dit ga ik een Fortnite video maken. Ik probeer om kills te pakken of een win te halen voor jullie. Nu ga ik een uitlegvideo maken over wanneer mijn video's online komen en zo van die dingen. Op welke dagen en zo. De zijlijn is het eindstation van deze paas. Van carrière mode, dat komt denk ik 1 keer of 2 keer in de week. Ik kan het zelf nog gewoon bekijken. En daar zit het wel heel goed gedaan. Sinclair trapt en om de pizza. De hoekschop komt in het. En aan de kant, ja. De Corée. Die zal natuurlijk aan het strijden met die zand of het opschieten. Oh, dit is klungelen. Rotario. Ja, Rotario. Daar kan hij niet aan doen, want natuurlijk een zwakke bal krijgt nu wel die maar. Toch maar ontsnapt hem die kaart, omdat hij een geluk die bal met Rotario krijgt. Ja, hier is Ivan Leeko natuurlijk niet boos voor, nu is hij boos op Vormer. Daar krijgt hij al iets voor, maar nu is Vormer Rotario natuurlijk weer een top uit de ploeg gezet, maar. Daar kan het daar natuurlijk niet aan doen. Daar gaat hij. En die bal! Goeie bal. Op de volley. Dan zetten we hem aan de pizza. Kwee, voilà, dat zullen we zien. Ja, sorry, nu gaat sprinten, maar hij gaat dat niet halen. Hij gaat dat niet halen, dan is daar het doelpunt van Sinclair. Nee, toch niet. Dan is wel, ja, maar die zit in de problemen, hè. Vormer. Superschrijvers. Santos staat hier. Maar daar werkt het goed om te wachten om die Santos terug naar voren te loodsen. Zo. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Santos gaat gewoon naar daar lopen. Heerlijk gedaan. Daar joh. Jorli van der Bergen. Dit wordt menens. Daar stond de tussen. En natuurlijk ook Champions League, mensen. Daar moet je over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken.
in de balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. De bal was... Ja, die bal van Rotario is goed, man. Niemand komt voor die goal. Voor me. Oh. We hebben natuurlijk al twee matchen thuis gespeeld. Dus krijgen we geen doelpunten vaker. Daar gaan vechten. En daar is die doelpunt van wat verdomme. En nu is Watford sowieso gekwalificeerd voor de halve finale. Goeie bal. Goed afgewerkt, Sinclair. En nu gaan we gewoon kijken wat er in die aan het gebeuren is. Of net zoals het daar gelijk staat, is. Heb ik niet even dan met Brugge, want het is nog altijd wel als het daar gelijk staat. Als Brugge verliest, moet die met de anderen gelijk spelen. Als daar eens wint, is Brugge. Maar dan, als die andere hebben, die ook 3 punten maar. Dan zien we voor het doelpunt. Schrijvers, goede actie! En blijft daar tussendoor gaan! Tenzij dat is een gevaarlijke bom, maar ik kom hier goed van Lerbergen, legt hem goed neer. Rotario, goede bal. Santo, Openda, daar is een heerlijke actie. Kijk, goede trap van Openda. Lerbergen speelt weer goed, Rosario speelt ook goed. Ja, hun twee gaan het wel overleven. Ritsink, ik ga wel misschien weg, want Amberbad mag ook weg. Maar we hebben ook geen vervanger op middenveld, dus... Wie moet ik halen? Rits of Amberbad? Kies maar. Ja! Mitrovic ziet dat goed. Maar natuurlijk niet laten knallen. Hij wordt ondersteund door zijn medespelers. Bosikov, Mitrovic. Van Lerberg, dat is een goede bal. Openda, samen met Gray. Gray. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. En het spel gaat weer de andere kant op. Abdoulaye Doucouré. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Voor het doel met die bal. En het schot. Gestopt, anders zou het een tweede van de wedstrijd zijn. De eerste helft is gespeeld. Inderdaad, een gelijkspel in Calgary Left. Een mooie eerste helft en we gaan weer beginnen. Tot nu toe heb ik een geweldige wedstrijd gezien. Tot echt bestje. Jerome Sinclair, die paas wat ben zo rustig. Over de zijlijn, inworp. Vormer. Superschrijvers. Denswil. Gallery play. Kom dichter in de buurt van het doel. Boeierlijk! Mitrovic, probleem achterin. Goeie kop. Nog een kop van die passen naar Denswil. Denswil. Het verdedigt de groep, man. Het aluminium voorkomt een grotere marge. En daardoor kan deze wedstrijd nog alle kanten op. Blijf spannend, even. De lage bal. Die bal is goed. Vlak voor de wedstrijd begon, hoorde ik het. Thank you.
denk dat de supporters er erg blij zijn. Van der Bergen nu wachten. Ja, wat doet die Santo nu? Er staat een wisselspeler klaar om in te vallen. Pas ik of goed. Ik weet, probeer die bal op binnen te halen. Er is een ingooi. Wil of veel. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen? Wat een ruimte voor Watford op de vleugel. Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Net op tijd onderspeld. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Hij speelt de hele dag al goede passes. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Goed idee zo over de flank. Hij komt de bal maar ophalen. Die wordt weggestuurd. Camilo Hernandez. Kom! Oh, gelukkig! Oh, daar ging ik eruit. Helemaal leeg. Ik ga eruit komen. En we gaan ze aan Puma brengen. Puma gaat van niks. Werkelijk op een presenteerblaadje gekregen. Ongelooflijk. Ja, was hier. Dit is iets goed. In ieder geval Lerberg blessure, maar. Het goed ook met blessure. Van Lerberg, goede bal. En nu moet die Santo dit afwerken. Die Santo, hij werkt het niet af. Franklin, die Santo. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Vast. Volg me, dat doet hij wel goed, die natuurlijk wel. En vandaar bij nu moet je een bommen aanvullen. Daar is die doelpunt van die Santo. Wie anders? De vierde doelpunt in deze topschutter. De wedstrijd ligt weer helemaal open, staat gelijk, het kan nog alle kanten op. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Blijven aanvallen. Nog 20 minuten. Nummer 9. Franco Di Santo. Duke. Uitstekend geplaatst. Er moet toch iemand zijn die een goede tackle kan inzetten. Schrijvers, als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. De kans op de voorzet. En nu doorgaan. Die gaat uit, het is een inworp.
Omdat Bergje mag helemaal niet spelen. Sampel is moe, die Sampel is moe. Schrijver spits. Maken. De trainer is in zijn nopjes met het spel van deze speler. Maar haalt hem toch naar de kant. Want er staan nog meer belangrijke wedstrijden voor de deur. Hij wordt naar de kant gehaald. En dat lijkt me niet vanwege slecht spel. Want hij heeft het erg goed gedaan vandaag. Jorli van der Bergen. Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit in. Zo'n afstandsschop moet veel en veel beter. Olaf Bergen is nu aan de wielkant werken. Niet of niet. Dit moet hij gaan doen. En wat een ruimte van Watford op de vleugel. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben. Maar de tegenstander weet het toch weg te werken. Het einde van de wedstrijd is in zicht en het publiek verwacht meer van de thuisclub. Het zou wel een... Die wordt vrijgespeeld in de diepte. Ampuma. Dat ziet Ampuma. Hoekschop. De hoekschop wordt kort genomen. Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Denzel. Een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Hughes. De Roveu. Ja, hij gebalanceerd niet met de... Tuurlijk gebalanceerd. Want ze verliezen kan natuurlijk dat misgaan. En in een interessante positie ten opzichte van het doel zou kunnen leiden tot gevaar. Deze sliding gaat hem een gele kaart kosten, denk ik. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Die sliding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Ja, de onvrede is duidelijk zichtbaar bij de technische staf na die overtreding en... Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het staat nog steeds gelijk. Kan deze vrije trap daar verandering in brengen? Ze doen het dan. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. En de beelden maken wel duidelijk waarom de scheidsrechter geel gaf. Goed gezien, die actie komt echt niet door de beugel. Even controle op de mensen. Spot spinnen. Kabasele. Abdoulaye Doucouré. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Er komt nog een slotoffensief aan dat er heel veelbelovend uitziet. Komt hier een kans aan. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. 3 minuten blessuretijd geeft de 4 om wissel aan. Hughes. Wat een ruimte voor Watford op de vleugel. Wacht op de voorzet. Daar is hij goed. Was dat wel voldoende? Hij laat wel het in. Het zit erop.
wil even nog een speels trainen. Zoals jij mag je rechts achterlaten. Speels en wat ik moet kopen en verkopen. En ik denk ook een video wat we gaan doen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga nu even een video maken over ja, hoe ik het ga doen. Het gaat doen over. Ja, over ja. Ik weet wel over wat ik het heb. Over die. Ik ben vergeten, mensen. Wacht. Ja, over hoe wanneer ik mijn video's online kom, bij elke uur en zo. Maar dat ga ik nu maken. Kijk, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan ga ik nu volgende video maken. En al andere video's bedankt voor het kijken naar deze video. Al kijken en abonneer mijn kanaal. Dat gaat.